Welkom bij de grote Huiskok Jaap kookt bij je thuis tour 2013. De eerste en de laatste versie. Twitter vooral mee onder de hashtag HKJKBJTT 2013. En wie weet krijg je dan ook zo'n leuke buffer. De 100ste liken vandaag. Oh. Marit van Leeuwen, ja. Daar zijn we bij aan de vorder. Dus we bellen even aan. Hallo. Hey. Hallo. Marit van Leeuwen. Hoi. 100ste liken. Ja. We komen bij je thuis koken. We zijn heel erg benieuwd wat je wilt. Maar we weten eigenlijk al, hè? Ja. Een hamburg bakken. Ik ben Marit van Leeuwen en ik wil dat Huiskok Jaap hamburgers voor me bakt. Nou ja, wat hebben we allemaal? Mais, bacon, cheddar, broodjes, ui, tomaat, sla, ketchup, hamburgers, mosterd, honing, geur, mayonaise. Hey Marit, voor de kijkertjes thuis, wat doe jij in het dagelijks leven? Ik studeer journalistiek en loop momenteel stage. Journalist? Dat is een jachtig bestaan. Dan schiet koker vast vaak bij in. Nou, eigenlijk niet. De hamburgers maak ik niet zo vaak. Ik denk altijd dat het heel erg ongezond is. Is het ongezond, Jaap? Ja. Kijk, er gaat ook een tomaatje in, hè? Nou wil ik hier een beetje boter in doen en suiker en zout. Boter in water? Je vertelt altijd een mop. Ik vertel altijd een mop, ja. Marit, wil jij de tomaatjes snijden? Ga je die broodjes ook roosteren? Ja, die gaan in de oven. Moet de oven nog niet even aan? Nee, ze moeten in de oven, maar dan gewoon... Ja. Ik vind het een prachtig lepeltje. Vinden jullie het ook een prachtig lepeltje? Hey Marit, jij bent de 100ste liker, hè? Wat is dan je leukste herinnering aan Huiskok Jaap? De hoeveelheid zout die hij altijd in het eten doet. Hij kookt altijd met zo'n gemak. Met een joie de vivre er wel naast. Ja, dat is het. Wanneer ontdekte je dat je talent hebt? Nou, een jaar of 10 geleden, denk ik. Ik heb hier mayonaise in gedaan. Een mosterd, een honing, een bakken met zout. We gaan ondertussen vast de hamburgers bakken. Marit, heb jij daar liefst 2 bakpannen voor? Als we eten zoeken hier. Het ruikt hier naar gas. Maar die hamburgers, Ivo. Ja. Een beetje Amerikaans, hè, Marit? Ik heb nog wel een goede mop ook, hoor. Over Amerikanen en een Belg. Oh jee. Het kan nu al niet meer stuk, natuurlijk. Was namelijk die Belgenmop, die hebben we ook nog niet gehad. Nee. Dus dat gaan we helemaal blenden nu. Amerikaan was een Belg. En die liep in Amerika op straat en dan komt een Amerikaan die Belg af en doet zijn jas open en zegt FBI. Die Belg die loopt op die man en zegt zo CNA. Is dat een mop? Dus we gaan bakken. De hamburger, bacon en de ui. Kaas gaat op het eind op de hamburger. Je kan gewone kaas gebruiken, maar wij hebben klassieke cheddar. Dat is een stukje... Fingerspitzen gefühl. Ik denk dat wij hier met z'n drie in de keuken. Dat is het niet, blijkbaar. Koken is ook een stukje geduld en dan kan je maar beter je tijd goed besteden. Dus koken en theater. Nee. Het is niet de prullenbak. Dat is voor de kippen. Nee, het is voor plastic. Voor wie? Heb je een konijn? Nee. Oh. Ja, het kookt. Zo'n flinke ringen, Ivo. Cool, hier is ons halve uit. Lange haal snel thuis, toch? Maar je maakt zelf nooit hamburgers, Marit. Bijna nooit meer. Die koop je altijd bij een fastfoodrestaurant. Soms? Wat een soepel gesprek dit. Ja, hè? Oké, dan doe je de ene helft met ketchup en de andere helft met mosterd mayo. Ja, dames en heren, we zetten de hamburgers op een beetje laag vuur. Anders dan loopt het helemaal leeg. Hoe zie je hoe die gaar is? Nou, ik voelde dat even aan de zachtheid of de hardheid van de mais. Ah ja, nou dat is duidelijk. Huiskok Jaap. Daar gaat gas uit. Nou, dus we hebben een broodje hamburger met sla, augurk, tomaat, kaas, ui, bacon, mosterd mayo. Verdomme nou. Deze op de kop. Hé, er zijn 2 bodems. Hey, oplet, dat bord maar vol. Marit de eer om de eerste hap te nemen. 100ste liker. Huiskok Jaap. Hey. Echt super lekker. Ja? Ja. Tja, ik ga ook snel beginnen voordat hij koud wordt. Stel. Nou, Ivo. Cameraman. Of eerst geluidsman. Heerlijk. Marijn. Cameraman. Okay. Dat was weer smullen. Ja. Marit is naar de werk toe, dus wij blijven achter met de afwas. Of Ivo was weer af natuurlijk. Wat maken we de volgende keer? Misschien dat we weer een leuk poll kunnen plaatsen op de pagina. Dat mensen weer kunnen stemmen op hun favoriete gerecht. Tot de volgende keer. Hai u. Dag. Zwaaien Geert.